En over klanten gesproken, want de bezoekers die zijn weliswaar of categoriseren we in de meeste gevallen wel als de externe klant. Maar vandaag zijn er ook, of in de mall zijn er ook unit holders. En die categoriseren we als interne klanten. Om u vandaag toe te spreken namens de unit holders nodig ik uit naar voren Saskia Wip. Geachte aanwezigen van deze prachtige mall. Namens alle unithouders wil ik, Saskia Wip van Da Vinci Group, onze diepe dankbaarheid uitspreken voor de kans om deel uit te maken van deze ambitieuze visie van de heer Sunil Kalu, die hoop en mogelijkheden brengt in een tijd waarin onze economie voor aanzienlijke uitdagingen staat. Onze hartelijke felicitaties. In een tijd van economische onzekerheid, waarin vele uitdagingen zoals de steeds hoger wordende vaste lasten op ons pad komen, hebben wij ervoor gekozen om te investeren in een betere toekomst. De steun van de regering is nu belangrijker dan ooit. Wij hebben besloten om in te zetten op groei, veerkracht en op de kracht van samenwerking. Deze mall is het tastbare resultaat van die keuze, een plek waar kansen worden gecreëerd en waar wij gezamenlijk kunnen bouwen aan succes. Wij, alle unithouders dus, begrijpen dat elke stap voorwaarts een gezamenlijke inspanning vereist. Deze mall biedt niet alleen een plek voor handel en commercie, maar creëert ook waardevolle werkgelegenheid voor velen. Dankzij deze nieuwe banen kunnen gezinnen worden ondersteund, vaardigheden worden ontwikkeld en economische groei worden gestimuleerd. Samen bouwen wij aan een sterk en veerkrachtig fundament voor onze samenleving. Zoals de bekende Amerikaanse ondernemer Henry Ford ooit zei, samenkomen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, samenwerken is succes. Laten wij deze woorden in gedachten houden, terwijl wij samen dit avontuur aangaan. Het is door samenwerking en wederzijds respect dat wij werkelijk succesvol kunnen zijn, ondanks de uitdagingen die voor ons liggen. Tot slot willen wij onze oprechte waardering uitspreken voor de steun van de gemeenschap, onze klanten, de klanten die ons zullen bezoeken en voor de partners die met ons hebben samengewerkt. Samen zullen we ervoor zorgen dat deze mall niet alleen een commercieel succes is, maar ook een bron van vreugde, gemak en verbinding voor iedereen die hier komt. Mogen de International Mall of Suriname, de IMS, een baken van hoop en welvaart zijn voor ons allemaal. Ik dank u. Heel hartelijk bedankt, Saskia Wip, die u dus heeft toegesproken namens de unitholders. Want uiteraard, als de units er niet staan, dan heeft de externe klant natuurlijk niks om naar u toe te komen. En dan nu naar de hoofdpersoon, wil ik bijna zeggen, want elke organisatie, dat hoort wel geleid te worden door iemand, toch? Deze dame, die heeft gestudeerd in Nederland en ze heeft zich gespecialiseerd in management, finance, recht, marketing, human resources en logistiek. Haar management skills die hebben gemaakt dat ze kon bijdragen aan het opstarten en van de bedrijvigheid en het managen van de groei van de IMS Mall. Nu, dames en heren, is het tijd voor de directeur van de International Mall Suriname, Marissa Kalu. Goedenavond allen. Nog
nogmaals een warm welkom aan zijn excellentie Chandrika Prasad Santokhi, president van Suriname, de andere hoogwaardigheidsbekleders en al onze gasten. Wat een bijzonder moment is dit. Van een bescheiden start tot een ware trekpleister. Onze mall is uitgegroeid tot een plek waar gezinnen en vrienden samenkomen voor ontspanning, shopping, entertainment en kunst. Tevens ook uitgegroeid tot de grote trekpleister voor toeristen en grote evenementen. Het is hartverwarmend om langs te lopen en overal stralende gezichten te zien, kinderen die volop genieten. Natuurlijk, de weg hier naartoe was niet zonder uitdagingen. Als ondernemers kennen we allemaal de hobbels en zijwegen die we hebben moeten bewandelen. Maar vandaag vieren we niet alleen onze successen, maar ook onze vastberadenheid om te blijven dromen en die dromen waar te maken. De mall heeft niet alleen banen gecreëerd en collega-ondernemers de kans gegeven om te groeien, maar is ook een baken van schoonheid en zorgvuldig onderhoud geworden. Als Surinamers mogen wij ook genieten van deze prachtige voorzieningen. Dit is meer dan alleen een winkelcentrum. Het is een symbool van wat we als gemeenschap kunnen bereiken, zowel hier als over de grenzen. Ik ben enorm trots om deel uit te maken van dit baanbrekende project, waarbij we niet alleen streven naar commercieel succes, maar ook naar het opbouwen van diepgaande relaties en het ondersteunen van onze gemeenschap. Onze betrokkenheid komt tot uiting in diverse sociale projecten, zoals het renoveren van scholen in samenwerking met Building Depot en het ondersteunen van hulpbehoevenden, tehuizen en instellingen. Onze directe buren weten dat ze op ons kunnen rekenen. Deze initiatieven tonen onze toewijding om een betere samenleving te creëren voor iedereen. Wij kiezen er bewust voor om deze projecten niet publiekelijk te maken, maar ze zijn een integraal onderdeel van onze principes. Het ondersteunen van deze initiatieven in een uitdagende economische tijd met aanzienlijk financiële risico's is ongetwijfeld onze grootste uitdaging geweest. Echter hebben we altijd vastgehouden aan onze overtuigingen in de gemeenschap. Essentieel is voor ons aller welzijn en de toekomst van onze kinderen. Onze intenties zijn duidelijk en onze principes onwankelbaar. Ik wil ook graag mijn oprechte dank uitspreken aan onze unithouders die vanaf het begin hun vertrouwen in ons hebben gesteld. Pardon. Mijn diepe waardering gaat uit naar iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan het succes van IMS. Mede dankzij hen hebben we onze droom en visie kunnen verwezenlijken. Ik ben bijzonder erkentelijk voor BDS en ons toegewijde personeel die een cruciale rol hebben gespeeld en zelfs extra uren hebben gemaakt om dit mogelijk te maken. Ook wil ik mijn dank uitspreken aan familie en vrienden die vanaf het begin in ons geloofden. Ook een speciaal woord van dank aan onze geliefden die geduldig en begripvol zijn geweest tijdens onze dikke periode om dit project te realiseren. Jullie steun en liefde hebben ons enorm geholpen. Tot slot, samen hebben we laten zien dat met geloof, vastberadenheid en samenwerking alles mogelijk is. Ondanks de huidige uitdagingen blijven we hoopvol en geloven we sterk dat er betere tijden in het vooruitzicht liggen. Laten we blijven dromen, blijven bouwen en blijven geloven in de kracht van samenwerking en gemeenschap. Welkom in onze mall, waar dromen werkelijkheid worden en waar iedereen zich thuis kan voelen. Dank u. Heel hartelijk bedankt, Marissa Kalu. Dat is dus de directeur van de IMS Mall. En zij zegt dus een welkom in de mall, waar dromen inderdaad werkelijkheid kunnen worden. En deze mall is ook begonnen met een droom. Een naam die eerder vandaag genoemd is, vaak genoemd is,
Sunil Kalu, die is dus de initiatiefnemer en de motor van dit geheel. Hij is de initiatiefnemer van de bouw van de mall dat er voorkomt uit toewijding en een duidelijke visie. Hij heeft zichzelf keer op keer bewezen door zijn innovatieve ideeën en deze waar te maken. Samen met zijn team heeft hij het concept en de inrichting van dit winkelcentrum een vorm gegeven met als doel onze bezoekers het gevoel te geven dat ze zich in het buitenland bevinden. Deze missie is met glans volbracht dankzij zijn vastberadenheid en inzicht. Dames en heren, de initiatiefnemer Sunil Kalu. Goedenavond allemaal, welkom zijn excellence de president van de Republiek Suriname, Chandrika Prasad Santokhi, de ambassadeurs en alle overige aanwezige ministers, van harte welkom. Ja, mensen noemen mijn naam, dat ligt niet aan mijn naam. So, je kan eerst beginnen met alles en dat is eerst is God. Als God je niet ondersteunt of als je geen geloof hebt in God, kan je moeilijk je projecten of je ideeën realiseren. Ik kan hier niet vertellen over mijn loopbaan, maar met alles wat je begint, moet je je visie hebben. Ik kan een of andere projecten doen, heel veel projecten, heel veel beroepen heb ik ook gedaan. Eentje was een las- en constructiebedrijf ook. En onze eerste project toen de tijd moest je in de krant. Je reclame plaatsen dat je werk doet, dat je werk kan doen en werk kan aannemen. En we plaatsen een mooie reclame in de krant van een las- en constructiebedrijf met een partner samen. Daar aan de Rust- en Vredestraat, nu Fred Derbystraat. En ons eerste project werd gehaald. Daar ben je blij. Maar mij en mijn manager, we hebben een berekening gemaakt. En een offerte aangebracht. En ja, die offerte goedgekeurd voor een meneer aan de Veldhuizenlaan, kan ik nog me herinneren. Ik praat over 1998. En halverwege het project maken van die wijzer en beveiliging van huis. Midden van het project, 50% geld is op. Dus mijn manager zegt me, mijn partner, wat gaan we doen? Ik zeg, kijk, je hebt een werk genomen. Als je verkeerd iets hebt berekend, kan je niet terug naar de klant. Je moet je werk uitvoeren. Zo hebben we het gedaan. Ik heb het gezegd, maak niet druk. We maken ons werk af, we hebben het geleverd. Maar we hebben ook gelijk het bedrijf afgesloten. Omdat als je geen kennis hebt, moet je het niet doen. Moet je het anders gaan doen. En zo is mijn loopbaan ook. Als we iets willen doen, moeten we eerst weten wat we willen doen. Wat vragen, hulp vragen. Partners zoeken en kijken wat het is. Vandaag wil ik iedereen bedanken. Zoals je ziet, ik wil iedereen bedanken die mij hoort. Ook mijn partner van de Vensegroep, Charlie Posam. Hartelijk bedankt, sociaal. En natuurlijk, iedereen noemt mijn naam, maar mijn vrouw staat achter mij. Dat is Adriana Kalu. Ik wil wel een applaus voor Adriana. Want eigenlijk is zij. En geloof hebben in de economie. Je moet geloof hebben in je land. Wij hebben vaderlandsliefde. Wij zijn de generatie waar het volk niet voor de school begon, gezongen werd. Ik hoop dat dat terugkomt. Want mijn vaderland, die zoals wij hebben, ik zie het niet meer. Ik zie dat die kinderen nu naar school gaan met andere dingen dan boeken. Het moet heel veranderen. Dus we kunnen het begin maken, maar we hebben de ondersteuning van de gemeenschap en ook van de regering nodig. Dus wij kunnen het, ik kan niet alles doen. We moeten het gezamenlijk doen in het land. En daarop wil ik mijn groep eigenlijk, jongens die echt hier hebben hard gewerkt, uitnodigen. Voordat ik verder ga, president, word ik mensen bedankt, voordat ik vergeet. Ik zou graag een beroep op de regering willen doen. Gaandeweg onze bouw hebben gemerkt dat heel veel mis is in het land. Als je zo'n mall bouwt en iemand neemt je geld, een bedrijf, en het werk nu uitvoert, is dat geen strafbare feit. Je komt en belandt in een civiele zaak. We zijn al bezig met de staalconstructeur die heeft gewerkt heeft, die ons flink benadeeld heeft. We zitten al 5 jaar in een civiele zaak met ze. Omdat
er heel veel omwegen zijn. Ze verklaren zich failliet, ze werken onder een andere naam of ze werken met dezelfde naam, maar de gelden gaan naar een andere rekening. En je komt er moeilijk uit. Je besteedt meer geld aan de advocaten dan de zaak nog. Dus ik zou u vragen, de regering, dat ze werken, dat er meer regelgeving komt. Er moet een platform komen waar ondernemers, waar entrepreneurs, waar investeerders beschermd worden. Je moet garantie hebben dat je niet benadeeld wordt gaandeweg je project. Want het is heel veel, kan schelen. Maar ik verwacht van volgende die werking omtrent dit. En ik heb een paar mensen hier die ik echt wil naar voren willen uitnodigen en graag applaus voor ze hebben. Want deze mensen hebben echt hard gewerkt. Sanjay? Kisun Singh. Rafael Cartorello. Jimmy Cartorello. Satish Kumar Keola Prasad. Lorenzo Juan. Vijay Prakash Bikari. Satish Kumar Mahabir, Santos Kanan, Small, Sarwan Kumar Rangu, Kishan Makan, Dharmendra Somyar, Somar, Melvin Brito, Melvin, is Melvin hier? En Rafael Pereira Moreira, Sir. Nee, no? Mensen, jullie hebben mijn naam gehoord. Jullie hebben mijn naam gehoord, maar dat ben ik niet. Zijn deze mensen die 24 uur bereik was om alles te kunnen realiseren. Voor een harde applaus voor deze. Krijgen een speciaal orkonde van de organisatie, zodat iedereen die weet in de toekomst als ze hun in dienst nemen, maar nooit wat het leven zegt, dan weten ze dat deze jongens 24 uur klaarstaan om je project te realiseren. Ja? Goed. Heren, bedankt. Hartelijk bedankt. En dames en heren, en ik zei president, hartelijk nog steeds bedankt voor uw aanwezigheid. Dank u. Dat is dus een team van een hard werkende mensen die dus zo een oorkonde hebben gedaan. Het blijk van waardering natuurlijk voor hetgeen ze hebben gedaan om dit project dus een goed te doen slagen. En tot slot willen we dan nog één persoon aan het woord laten. En dat is de eerste burger van ons land, zijn excellentie, de heer Chandrika Prasad Santokhi. Ja, bedankt. Master of Ceremony. Goedenavond aan aanwezigen. Welkom bij de officiële opening van onze eigen International Mall. Heer Sunil Kalu, mevrouw directeur, mevrouw Kalu, familie Kalu, bestuur, ministers, ambassadeur, alle andere prominenten in het bijzonder, alle personen die gezorgd hebben dat vandaag de mall staat zoals het is. Prachtige mall. En het heeft een paar jaren geduurd voordat de mall officieel geopend
kon worden. En velen vroegen zich af of die mall niet al eerder geopend was. Omdat ze al vaker hier geweest zijn, genoten hebben. En ik heb nog gisteren tegen iemand gezegd, ik ken meneer Kalu. Zolang niet alle details en niet alle puntjes op de i zijn, in deze mall gaat er geen officiële opening plaatsvinden. Dus meneer Kalu, u heeft alles geïnspecteerd en u heeft die call gegeven. Yes, today is the time to open the International Mall. Geweldig. Maar, mijn mensen, ik heb goed geluisterd naar de toespraak. En enkele van die toespraken, die refereren naar de regering, naar het regeerbeleid, de ondersteuning die men ook verwacht van de regering, de ondersteuning die men ook verwacht vanuit de samenleving. Maar laat mij een paar opmerkingen daarover maken. Zo'n groot project kan pas slagen als je in een land een goed investeringsklimaat hebt. Zo'n groot project kan pas slagen als er goede vooruitzichten zijn met betrekking tot economische ontwikkelingen. Zo'n groot project kan pas slagen als er voldoende vertrouwen is. En zo'n groot project kan pas slagen als inderdaad u in die schepper gelooft, meneer Kalu. En terecht heeft u de zegen afgesmeekt met uw pastor om in feite de mall in te zegenen. Want u weet als niemand anders, hoe zouden al deze bouwvakkers kunnen bouwen aan uw mall als onze schepper over hun niet zou waken? En terecht dat de pastor gebeden heeft dat er mensen hier hebben gewerkt in een COVID-periode. En dat ze met de bescherming van onze schepper vandaag dit resultaat hebben neergezet. En natuurlijk hebben wij als regering ook de uitdaging gehad om een goed beleid te ontwikkelen, welke moet bijdragen aan een goede investering, een goed investeringsklimaat, goede randvoorwaarden voor de investering. En op zich een hele grote uitdaging als je een land uit de crisis, uit een diepe crisis moet halen. We laten daarover geen twijfels hebben. Dat ons land in een hele diepe crisis gelukkig gezeten heeft. Want we zijn eruit. We zijn eruit uit die diepe crisis. En juist in die diepe crisis zoeken investeerders naar ondersteuning. En dat moeten we blijven geven. Wat geven we aan ondernemers? We geven aan ondernemers een goed klimaat om te kunnen investeren, waarbij sprake is van een economische stabiliteit. We geven als regering een economisch beleid, een financieel beleid, een monetair beleid, waar er weer internationaal vertrouwen is. Want als u geen internationaal vertrouwen heeft, gaat u ook zo'n goed project niet kunnen zetten. Wij geven als regering een beleid, en dat is met name bijzonder belangrijk voor werknemers, waarbij de inflatie aan het dalen is. Gestart van 60%. En nog voor eind van dit jaar zal de inflatie rond de 14-15% zijn. En we gaan volgend jaar lager.
Dat we zeggen, het inkomen van uw medewerkers zal een betere waarde hebben. We bieden aan een beleid met betrekking tot koersontwikkeling die al ver boven de 40 was. Dat we nu dat terugbrengen onder de 30. En dat is goed om zaken te doen. Dat is goed voor handel. Dat is goed voor investering. Maar ook voor de werknemers zal dat betekenen dat hun SRD meer waarde gaat krijgen. En we hebben onze economie in balans gebracht. Maar tegelijkertijd zien we wat uitdagingen. En als je hoort dat de regering de vrijstelling met betrekking tot invoerrechten vrij importeren aanhoudt, dan is het niet om te ontmoedigen. Dan is het niet om ondernemers en importeurs tegen te werken. Maar het is om te ordenen, om te reguleren, om beleid te maken. Want het kan niet zo zijn dat ik cijfers krijg van de douane, waarbij duidelijk vaststaat wat de waarde is van binnengekomen goederen. En daarvan is x procent binnengehaald aan invoerrechten, maar dezelfde x procent is weer teruggegeven aan vrijstellingen. Dan wat hebben we gedaan? Dan moet er beleid ontwikkeld worden. En iedereen die daarop aanspraak maakt, die gaat het ook krijgen, maar nu op basis van beleid. Hoeveel procent krijg je? Voor welke investering? Voor welke goederen? En daar zal een rangschikking komen van x procent tot 10x. En dan komt er beleid. En die richting gaan we. Mijn mensen, als regering hebben we ons concept investeringswet al klaar. Het heeft lang geduurd, helaas, maar dat gaan we afronden. Waar het bieden van incentives aan investeerders geregeld gaat worden. En dat men niet het gevoel zal hebben dat alleen buitenlandse investeerders incentives krijgen en Surinaamse investeerders niet. Er zal een gelijktrekking plaatsvinden, want ik weet dat die perceptie er is. Aan de andere kant, mijn mensen, kijk ook naar de arbeiders, naar de werknemers. En meneer Sunil is hier zo. Hij zal die uitdaging gevoeld hebben om goede werknemers te vinden voor je mol. Het is geen makkelijke uitdaging. Het hele Caribisch gebied wordt geconfronteerd met de uitdaging van tekort aan gekwalificeerd kader. Daarom hebben we als staatshoofden beslist. Alle beperkingen, alle restricties die er zijn met betrekking tot free movement of persons, geen skilled nationals anymore, van persons, is nu vrij in CARICOM. En deze verdragen moeten allemaal geratificeerd worden door de lidstaten, waardoor alle personen de keuze kunnen maken in welk Caribisch land te gaan werken. In plaats van te gaan naar bijvoorbeeld Amerika, of Canada, of Europa, of elders. Kom, blijf in CARICOM, blijf in de Caribische regio en ga daar werken. Alleen moeten we zorg dragen dat ook onze salarissen competitief zijn. Daarom hebben we als regering beslist, en voor zover de werknemers dat niet weten, dan horen ze dat vandaag, voor de zoveelste keer, publiekelijk alle personen die een salaris hebben tot 9.400, tot 9.400 betaal je 0 cent belasting. En dat was 4 jaar geleden, 220 SRD, geen belasting betalen. Laat het duidelijk zijn, betaalt geen belasting daarop. Dus een persoon die 20.000 aan salaris heeft, tot 9.400 betaal je geen belasting. En dat geven we als incentives. Maar ook die koopkrachtversterking naar de werknemers toe. Als ze een salaris hebben
Het was 6000, we gaan opvoeren naar de lijn van armoedegrens. Die gaan we allemaal die koopkracht versterken geven. We gaan die samenleving moeten ondersteunen, meneer Kalu. Anders gaan ze geen spullen kunnen kopen hier zo. En als die koopkracht weer beter wordt, en die koopkracht wordt beter, als we straks klaar zijn met die onderhandelen met de vakbonden voor einde van deze maand, gaan we teruggeven aan die samenleving. Gaan we teruggeven aan die werkende klasse. Waardoor zij in staat zijn om ook naar die mall te komen. Om ook in boodschappen te doen. Om ook in mingel te zitten. Om ook in spullen hier te kopen. Dat is die bedoeling. Zo gaat die economie eenmaal. Maar u kunt op onze steun blijven rekenen. En ik kan je zeggen, ik ken veel mensen. Maar meneer Kalu heeft een andere werkwijze. Heel wat mensen weten, ik pak geen telefoon, je moet me appen. Dan krijg je antwoord terug. Binnen een dag krijg je antwoord terug. Maar bel me niet. Anders moet ik 500 telefoons per dag opnemen. Maar hij is iemand die houdt niet van appen. Dus hij appt me, hij wil langskomen. Hij wil langskomen. En dan is hij al een paar keer geweest. En hij laat me die tekeningen zien die hij nog in zijn mind heeft om dit gebied te ontwikkelen. Het kanaal te ontwikkelen, parking te ontwikkelen, sport te ontwikkelen. Minister Riyad Noorman is niet hier, no? Oh, hij is hier zo. En hij weet welke battle hij moet leveren met de minister van OW. Die ook van goede wil is. Maar sommige dingen hebben inderdaad meer onderzoek nodig. Meer tijd nodig. Soms heb ik ook discussie hoor met minister Riyad Noorman. Het is geen makkelijke discussie. Maar het enige wat ik tegen hem zeg, zodra hij begint, ja maar hoe gaan we zo'n kanaal dichtmaken en daarop nog zoveel dingen bouwen? Het enige antwoord wat ik hem geef, ga in Amsterdam kijken hoe het kan. Want Amsterdam kan het. Dus laten we kijken wat we moeten doen technisch als regering om die ondersteuning te geven. Het is geen rocket science, maar nogmaals, we zitten ook met verouderde wetten. En laten we kijken hoe we die ondersteuning kunnen geven. En die laatste call die ik van hem kreeg, was ook enkele maanden geleden. Dat hij ook dringend wilt langskomen. En dan moet je ruimte zoeken. Maar hij vraagt nooit een half uur. 10 minuten. 10 minuten. En hij komt als president. Ik heb afgelopen 2 dagen, het was 2 dagen, gereden vanuit Airport Sanderij naar Paramaribo. Ik als ondernemer. 1:45. Hij zegt, zo gaat het land niet vooruit. Ondernemers komen, ze moeten zo langer over rijden. Toeristen komen, ze moeten zo langer over rijden. Ik zeg, ja, het is een uitdaging. Dat probleem moeten oplossen, minister OW is bezig. Met uitbreiden van de wegen. We gaan ook richting Sanderij. Uitbreiden van de wegen. Hij zegt nee, hij heeft een andere oplossing. Zeg, wat is die oplossing? Er moet een international airport dicht bij Paramaribo komen. Zeg, dat hoor ik al 50 jaar. Hij zegt nee, nu gaan we bouwen. Nu gaan we bouwen. En hij heeft van mij, van de regering, toestemming nodig om daarmee alvast te starten. En ik keek naar hem. Ik keek naar hem. Waarover het had. En hij kwam direct met locatie, tekening. Meneer Kalu heeft 1 ding als credit bij me. En dat is deze mol. En ik heb gezien wat hij gedaan heeft met deze mol in een tijd van uitdaging. Dat hij hier een miljoenen project neerzet waar mensen geen geloof hadden. Maar hij zet het. En vandaag is die opening. En hij weet wat mijn antwoord is geweest. Meneer Kalu. Zorg u voor alle voorbereidingen. Zorg u voor een masterplan. Zorg voor al die design. En deze regering gaat jou die ondersteuning geven als je inderdaad een plan hebt. En ik kan je wel zeggen. Hij heeft al dossiers en dossiers en dossiers. Hij heeft internationale partners. Internationale deskundigen ook ingehuurd om aan dit plan te gaan werken. En ik kan je zeggen, ik merk zijn gedrevenheid. Het is een man van weinig woorden.
Geen opschepperij. Doen. De locatie is er. We zijn bezig. Er is een werkgroep vanuit het kabinet om dit project te ondersteunen. En natuurlijk willen we dat doen. Precies zoals u hier mee gestart bent, zoveel jaren geleden, met een goede voorbereiding. En dat we de internationale normen en bepalingen allemaal in acht gaan nemen. En als het projectdossier compleet is, dan gaan we het bekendmaken aan de samenleving. Maar ik begin het vandaag hier te zeggen, dat als je met zo'n groot project hier vandaag aan die samenleving kan presenteren, en nu met een ander project, dan heb je je sporen verdiend in de samenleving. Heb je record al opgebouwd om te gaan naar die next level. En van die ondersteuning kan je op deze regering zeker rekenen. Mijn mensen, afsluiten. Het is een project waar we samen lief en trots moeten zijn. Zoals eerder gezegd, draagt bij aan die groei van de economie. Voor dit jaar zijn we geprojecteerd voor 3% economische groei. En natuurlijk zulke investeringen, zulke projecten, die gaan ook bijdragen dat die 3% verder groeit. Maar laat me ook aangeven dat ik ook tal van andere investeerders al ontvangen heb. En binnenkort is die grote opening, niet ver van hier, van het grootste waterpark daar aan de Charlesburg. Rijdt u daar langs, dan gaat u daar zien, het grootste waterpark. Investering daar aan de Charlesburg gaat binnenkort ook geopend worden. En ook die mensen zijn steun komen vragen van de regering. En mijn antwoord was, u krijgt de steun, alleen moet u wel wat doen. In het kader van public sector reform moet die 100 ambtenaren van mij overnemen, hun trainen en hun daar laten werken en is daarmee akkoord gegaan. Zo zie je die public-private samenwerking. Dat is die public-private samenwerking wat we nodig hebben. Inmiddels zien we meerdere hotels die open gaan. Binnenkort een tweede Marriott. Binnenkort een Radisson. We hebben al zoveel investeringen gezien op het gebied van appartement. In het kader van expats die hier gaan komen. Er wordt geschat op jaarbasis ongeveer 1000 expats. Nou, ze hebben huisvesting nodig. Surinamers kunnen investeren. We hebben mensen die investeren in hospitality. Wij als regering moeten inspelen op agenda staat in het parlement. Goedkeuring van de wet, burgerlijk wetboek en burgerlijke rechtsorde. En daarin is opgenomen appartementsrecht. Zodat we een keertje appartementsrecht goed geregeld hebben. En dat burgers daarvan ook gebruik kunnen maken. Wij moeten het kader creëren. Wij moeten die ontwikkeling brengen. Maar natuurlijk moeten we als regering voor zorg dragen dat wij niet geblacklist worden. Dat we ons houden aan die internationale normen. Om money laundering te bestrijden, om terrorisme financieren te bestrijden. En we zijn door die review heen. En we staan binnenkort weer op agenda om gereviewd te worden. Maar zulke business kan niet draaien als je geblacklist wordt. Daarom moeten we als regering, als land alles doen dat we ook dat traject veilig begeleiden. En nogmaals, we gaan als regering de nodige ondersteuning geven. Meneer Kalu, familie Kalu, ik ben trots als president dat in deze moeilijke tijd jullie durf en moed getoond hebben om te investeren. Met veel tegenslagen. Maar jullie hebben doorgezet. Doorgezet dat we dit product hebben, wat heel wat Surinamers het gevoel gaat geven. Ik ben in een international mall daar in Florida, in New York, in Los Angeles, in Europa. Want u heeft die allure van international mall hier zo. Maar heeft ook gezorgd voor de nation binding. Met Paramaribo, woordspeling voor die nation binding. En u kijkt ook naar de historie, een prachtig vliegtuig die laat zien. We hebben die bauxietindustrie gehad. We hebben aluminium geleverd aan de wereld. En dat symboliseert dat. En binnenkort starten we weer met onze aluminiumindustrie. In het westen van Suriname. Maar tegelijkertijd moet u deze mall ook zien. Als een baken straks in het kader van onze oil en gas. Waar heel wat mensen hier gaan komen.
voor het doen van zaken waarvan de FID, de Final Investment Decision, nog oktober van dit jaar verwacht wordt. Zodat vanaf oktober de commercialisering zal plaatsvinden van onze olie- en gasindustrie in dit land. Waarvan deze mol zeker ook mee zal liften en misschien zal vragen om een tweede, een derde en een vierde mol in het kader van oil en gas. Gefeliciteerd en may God bless you all. Thank you. Hartelijk dank aan de president natuurlijk, zijn excellentie de heer Chandrika Prasad Sanatoki. Die wordt dus nu begeleid naar de tweede ingang. En wat dat gebeurt. Mensen gaan een toast uitbrengen op de officiële opening. Maar we gaan met name een toast brengen op het geweldig succes, durf en moed van de familie Kalu om zo'n grote international mall aan de samenleving aan te bieden. May God bless you all. Cheers! Foto maken hier zo. Ja, foto maken. Even een fotosessie. Ja, laat zo. Maar een fotosessie? Je gaat foto maken. Zijn. Links en rechts. Nee, met foto. Ik ga zeggen. Laat straks foto maken. Laat straks foto maken.
geweldig. Dat was ik voor een goede paraplu gebruiken. Mooi zo, dankjewel. Dankjewel. Goed zo. Nike. Nice. Oké, thank you. Mooi. Samen. Ik ga je even.